Volgend weekend geeft Christophe Chapsis zijn verjaardagsconcert in CC De Warande in Liedekerke. Daar zal hij samen met Evelien Cano en Davy Gillis op het podium staan. Maar hoe ver staat Christophe eigenlijk met de voorbereidingen van dat concert? Voor het zover is, is er ook nog Valentijn, het feest van de liefde. Christophe doet via ons een opvallende oproep. Volgende week vindt jouw allereerste live concert plaats, jouw eerste solo live concert. Hoe lopen de voorbereidingen? Spannend, hè? Dus het zit er bijna aan te komen. 17 februari, nog een dikke week en een klets en dan is het zover. We hebben al veel gerepeteerd, alles komt wel goed denk ik. We gaan ons goed amuseren. Volgende week is er natuurlijk ook weer een speciale datum, 14 februari, Valentijn. Ben je iemand die Valentijn ook viert? Ben je een romanticus? Ja, helaas ben ik forever alone, dus ik ben nog altijd single, helaas. Dus ja, bij een oproep misschien als iemand zich geroepen voelt om mijn partner te spelen. Ja, voilà. Nee, ik ben een hopeloos geval, vrees ik. Ben ik een romanticus? Goh, niet per se. Ik ben niet zo van het melige. Dus voor mij moet dat zeker niet over de top zijn, maar een beetje romantiek, dat hoort er natuurlijk wel altijd bij. Dus geniet er volledig van, zou ik zeggen.